Hallo? Gelukkig nieuwjaar, mensen. Hartelijk gelukkig nieuwjaar, Martijn. Hoe is het met je stem? Nou, ik klink hartstikke mannelijk. Ja, ik ook wel. Het is Zeg eens raar. Raar. Oh ja. Het is net Katy Perry. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij het afgelopen jaar gedaan allemaal? Moet je mijn vlogs even kijken? Vlogs? Ja, ik weet dat jij zelfs een van de weinigen niet kijkt, alleen als je er zelf in zit. Nee, ik kijk niet, maar ik geef wel een duimpje altijd. Oh, dat vind ik lief. Ja. Maar je bent het nieuwe jaar dronken en verkouden begonnen? Of klink je al... Ik klink altijd zo mannelijk. Oké. Okay. Zet hier wel krekels onder. Ja, doe maar. Wacht even. Of doe... Wat even. Hé, hey, Carolien. Ja? Wat vind je van mijn stem op deze manier? Oeh. Ja? Ik zou hem houden. Ja? Ja. Ja. Oké, dan blijf ik gewoon lekker zo praten. Hoe kom je hier aan? Ben je verkouden? Ja. Dus ik denk, kom even dichtbij staan. Uit mijn buurt. Is dit zeg maar jouw voorraad voor een dagje omkleden? Ja, kijk. En het mooie is, om 4 uur dan is het een tijd voor mijn skipak. Oh ja, dat klopt, ja. Zo zie je me het liefst, toch? Ja, zeker. Het is een beetje huidkleurig. Hoe gaat het met je? Nou, ik klink heel mannelijk, al zeg ik het zelf. Ja, ik ook nog steeds. Hey, lady love. Ik ben dichtbij, zeg. Hallo. Ik dacht, maar wil je wel even zoenen dan? Durf je dat aan? Met jou? Ja? Ja, zeker. Kom dan, kom dan. Kom dan dichterbij. Ja, hallo, ik moet er 3. Kom maar 2. Oh, 3? Oh, nee. Oh, ik dacht, we gaan tongen. Luisteraars voelen met jou mee. Wat? Ja, ook mag natuurlijk in het kader van de wet praten. Nou, wat zeggen ze? Lees eens wat voor. Als hij zich zo ziek voelt, misschien een grote slok hiervan nemen. Appt Frank. En hier staat. Oh, een schrobbelair staat er. Wat grappig. Heel vies. Wat vind jij van zo'n stem? Ja, Moortje, je bent een beetje de Katja Schuurman van de NOS aan het worden op deze manier. Ach, ik ben echt. Die Teddy. Oh nee, die knapper. Dit is zo slim, Ruud. Je wordt er heel sexy van, hè, van een hond. Omdat ik ook zo'n vacht heb, bedoel je? Je snapt best wat ik bedoel. Een trouwring of een hond is echt de beste manier. Nee, ik heb een hond genomen en trouwring afgedaan. Ja, ja, dat is helemaal goed. Wacht even, kijk even. Ik krijg mijn hand ook niet meer terug nu, hoor. Ik weet niet of het een heel goede waakhond is, maar ik ben niet. Nee, man. Zeker niet dat ik niet helemaal ga draaien. Hij jaagt op alles. Kijk toch eens. Heel mooi. Oké, go. Silke? Ja, ik ben helemaal... Hey Martijn, sorry dat ik geen aandacht voor je heb. Sorry. Ik ben helemaal... Maar ik heb ook allemaal haar op mijn rug. Het is een lekker velletje. Lik je ook overal aan? Ja, jij valt midden in een heel raar gesprek. Het is een plassen. Nee, het is een plas! Oh, kijk. Ja, lekker spelen. Oh, oh. Hey, oh. Het idioot is, hij gaat zometeen, als hij alles gezien heeft, gaat hij aan iemands voeten liggen. Kijk eens. Knuffeltje. Dit werkt ook met kinderen, hè? Hou jij een beetje van lage stemmen? Maar kan ik wel waarderen. Ja? Bij vrouwen of bij mannen? Het is heel oncharmant. Ja, ik wacht gewoon even. Ik zet wel een muziekje onder. Ik spoel hem door, maar dit... Nee, laat het gewoon staan. Normaal gesproken knip jij ook wel. Ik wil met je praten, maar je doet het wel. Wordt het ongemakkelijk? Nee, maar niet uit, joh. Wacht. Ja, je hebt ook een beetje een mannelijke stem inmiddels. Ja, normaal gesproken, ik heb best wel een hoge frequentie in mijn stem. Ja. Ja, nou, het is niet dat altijd de glazen knappen, maar het komt best eens voor inderdaad als jij lacht. Vooral, ja precies, ik had dus moeten lachen. Ja. Luistert hij al naar de baas? Ja, kijk maar. Cooper, pak de dobbelsteen en leg hem op 5. Op 5. Op 5. Nou, op 6. Bijna goed. Maar waarom, Ruud? Waarom neemt een mens een hond?
Nou, kijk, wat zij nog niet weten, wij hebben een hond genomen, hè? Het is een redactiehond. Dus ik heb hem 1 week en volgende week gaat het naar Silke. Hoe vind je dat ik zo klink? Vind je het wat hebben? Alsof je een virus onder de leden hebt. Oh, ik vond het meer zo'n Lou Rolls, maar dit kan ook. Nou, vind je het echt? Kijk, jij hebt zo'n stem van jezelf. Ja, maar dat, als je dat gaat opzetten, klinkt het alsof je heel erg verkouden bent. Zoals je hebt een hele mooie stem. Dus waarom zou je dan, hoe vind je dat ik zo klink, gaan zeggen? Dat is heel raar. Ja. Maar je probeert natuurlijk een beetje macho te zijn. Nee, dat heb ik van mezelf al. Dat maar is waar. Hoe zou jij klinken met een hoge stem? Nou, dat kan ik je wel laten horen. Zo? Nou, echt, als ik al niet iemand had. Je kan het hebben, hoor. Ik heb wel een brandbloesje aan. Verdomd, ja, dit is echt een brandbloesje. Ik denk verruiming van de markt, daar gaan we weer. Wat goed zeg. Wouter. Ja, Martijn. Ik ben ziek. Oké, ik ben ook wat grieperig, dus dan moet je goed vitamine, sinaasappeltjes en dat soort dingen eten. Dan komt het allemaal goed. Nee, jij zou dat grapje maken. Oh, moet ik het grapje maken? Wacht even. Maar wat was dat grapje ook alweer? Ja, over dat pamflet. Oh ja. We hebben nog een minuut. Ja, oké. Hey, Wouter. Ja. Ik ben ziek. Ja, dan moet je eventjes, heb je ook al getekend? De verklaring, de Nashville-verklaring. Ja, maar ik vind het niet leuk om een grapje te maken, maar ik vind het eigenlijk best wel heel erg. Het enige voordeel van die verklaring is dat we ineens zien hoe een toch, vind ik in verhouding, best hele grote groep mensen nog steeds denkt alsof het heel, heel, heel ver terug in de tijd is. Ja, tegen homo's, tegen transgenders. Ik vind het erg, ik vind het, ik ben er wel een beetje verdrietig over, eerlijk gezegd. Zeg maar even dat iets door beeld komt. Nee, ik ben nu heel serieus, er komt niks op. Oh, toch wel, een kameel. Ja, zo ben ik hem half acht nog niet thuis. Hij wist het te bezorgen. Oké, we gaan rennen naar huis. 1, 2, 3, kom maar. Ja! Ja, 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 ja! De Cooper-test. Oh, dat is het al. Oh, kijk, kijk, kijk. Zo'n koffiebruin stemgeluid, hè? Een koffiebruin stemgeluid. Levert jou dat veel succes op bij de vrouwtjes? Wat zeg je, dat gek? Maar dat valt mee. Of tegen. Ja. Of tegen, ja. Ja. Maar ik mag niet klagen. Maar doe je er nog iets voor? Roken, whisky, iets? Nee, niet actief. Af en toe een glaasje whisky, maar ook zonder die whisky is dat donkerbruine stemgeluid er wel als dat nodig is. Fijn dat jij nou zit. Lijkt het voor de mensen alsof ik naar beneden kijk. Maar jij zit en je hebt je camera echt een meter boven je hoofd. Ja. Dat mensen niet denken, waarom kijk je zo gek naar beneden? Het leuke is, wat je net hebt gezegd was in een heel hoge pitch. In een heel hoge pitch? Ja, konden mensen zo hoe dat klinkt. En dat schatje. Hoi. Wat wil je zeggen? Dat Kees van der Staaij een is, omdat hij nou zijn eigen woorden terug aan nemen is. Het is een beetje gehandicapte poes geworden, maar wel leuk. Toch? Rar.